Teva is een farmaceutisch bedrijf en wij zijn met name actief in het leveren van medicatie voor mensen of personen met multiple sclerose. Dat is een chronische aandoening. En die patiënten hebben vaak last van vermoeidheid. En de huidige medicatie is eigenlijk niet zo doeltreffend in het behandelen van die vermoeidheid. En vandaar was het idee gerezen bij Teva België om een telegeneeskundeproject uit te gaan voeren. Een telegeneeskundeproject, wat betekent dat juist? Het idee is dat je met een soort van handheld device dat de patiënt draagt, in de thuissituatie van de patiënt een aantal parameters kan opvolgen. Bijvoorbeeld die vermoeidheidsparameter. Natuurlijk, dan spreek je over IT, dan spreek je handheld device. En we zijn dan bij TAS terechtgekomen, TAS België. Dat zijn bedrijven dat technology solutions aanbiedt in de IT-sfeer. En samen met TAS hebben we eigenlijk een embedded software gecreëerd om op een smartphone een toepassing te kunnen laten draaien, zodat we die vermoeidheid thuis kunnen opvolgen. De kostenbesparing moet je kijken vooral op het niveau van de patiënt. Als je vermoeid bent, heeft dat een enorme impact op je functioneren. Die mensen zijn vaak nog professioneel actief, hebben ook nog kinderen thuis. Als je de hele tijd vermoeid rondloopt, begin je makkelijk te balen. Dus als je met deze oplossing daar iets kan aan doen, aan die vermoeidheid, ja, dan ga je een stuk de kwaliteit van leven verbeteren en indirect ook het professioneel actief zijn en dergelijke meer. Dus je moet het op een groter niveau bekijken en je moet het op maatschappelijk niveau bekijken. Waar we bijvoorbeeld wel aan gedacht hebben is om dit verhaal, de MS Telecoach, om daar nog een vervolg aan te geven. Ik heb nu over vermoeidheid gesproken als een van de belangrijkste klachten met impact op het dagelijks leven van die personen met multiple sclerose, maar bijvoorbeeld ook cognitieve problemen komen vaak voor. En dat zouden we net op dezelfde manier, met hetzelfde toestelletje, zouden we daar iets rond kunnen ontwikkelen. Er zijn nog meerdere mogelijkheden, absoluut. Natuurlijk, wij blijven een farmabedrijf. Wij zijn in eerste instantie met medicatie bezig en dat vlak van de zorg. Maar wij zien zeker toepassingen om meer IT te betrekken in onze projecten, absoluut. Dus inderdaad, we zijn van een bepaald idee vertrokken, maar vermits de toepassing nog niet bestaat vandaag, hebben we echt moeten bouwen. En dit is echt in samenspraak, in partnership gegaan. En ook het feit dat TAS verschillende subdivisies heeft, zoals bijvoorbeeld Yonder, die dan de interface heeft ontwikkeld. En ook de mensen hier van TAS België, waar ik ook de indruk van heb dat mensen zijn van, met een goede opleiding en met een goede kennis, heeft ertoe bijgedragen dat we vrij snel tot een eindresultaat gekomen zijn. Total Specific Solutions, anticipating software.